Monique, nou wat een mooie avond vanavond. Je hebt vanavond 11 certificaten uitgereikt aan vrijwilligers. Aan de nieuwe vrijwilligers voor de hospice, het familie Assenhuis. We hebben 11 nieuwe vrijwilligers, opgeleid nu door het VPTZ Nederland. En die opleiding heb ik dit keer zelf gedaan, omdat ik daar zelf nu ook gecertificeerd voor ben. En we zijn heel blij met dit nieuwe aantal vrijwilligers. Dat certificaat, wat moet een vrijwilliger er allemaal voor doen dan? Het zijn verschillende modules met verschillende onderwerpen, maar eigenlijk het belangrijkste is de communicatie. Het eigen rouw- en verliesverwerkingsgebeuren, wat je al meegemaakt hebt, is heel belangrijk. En ook de ethische kant van het verhaal. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkst. En dat is het is een pittige opleiding, omdat het ook heel dicht bij jezelf komt. Je raakt echt de gevoelige kant. Je raakt de gevoelige kant, ja. Nou met deze certificaat, want wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Wij zijn daarmee begonnen, we hebben er 4 weken aan gewerkt. Dus we zijn 4 weken geleden, 5 weken geleden, omdat de vakantie ertussen zat, maar ja. Jullie waren echt aan vrijwilligers toe, hè? Ja, we hebben nu 2,5 jaar ongeveer gedraaid, het hospice in Dedemsvaart. En je hebt toch het natuurlijke verloop van mensen die een andere baan krijgen, die, ja, waarvan het toch niet meer is wat ze ervan verwachten. Dus ja, we waren na een aantal vrijwilligers die afscheid hebben genomen wel weer toe aan een nieuwe lading. Ja, ja. Dan kunnen we zeggen dat het vanavond weer zeer geslaagd was. Zeker weten. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel.